Er wordt me nog wel eens gevraagd om PES, oftewel Pro Evolution Soccer, terug te brengen naar dit kanaal. Vandaag gaan we dit doen. We gaan beginnen aan een Master League. Mochten jullie er zin in hebben, laat alvast een like achter. Druk op abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we direct beginnen. Nou, gaan we dan Master League. Het is een nieuwe save. En eens kijken welk teampje we gaan kiezen. Ik had er naar gevraagd in een community post. En ik heb redelijk snel een keuze gemaakt. Wij gaan Arsenal in PES terugbrengen naar glorie. Weer naar de mooie dagen. Hopelijk de Champions League met ze winnen. Dus, maar Premier League moet sowieso wel lukken. Laten we gaan beginnen. Nou, we gaan een bestaande manager kiezen. Of een manager die in game zit in ieder geval. En we gaan met Lampard. Vertrokken bij Chelsea. Op het moment nog clubloos. Volgens mij wel in de geruchten om misschien naar de Wolves te gaan, geloof ik dat ik las. Maar wij gaan hem naar Arsenal brengen. Frank Lampard, welkom bij Arsenal. Nou, daar zijn we dan. We hebben even de doelstellingen besproken met het bestuur en de pers beantwoord. Ik had het allemaal kunnen oplezen, al die tekst, maar dat was veel te lang geweest. Dus, nou zijn we hier aangekomen, Arsenal. Eerst de mails bekijken, wordt er gezegd. Gaan we dat gewoon even doen, de berichten. Dat zijn er een aantal. Laten we gewoon bovenin beginnen. Dit is gefeliciteerd met Champions Cup. We moeten ons voorbereiden op de International Champions Cup. Dat zullen wel vriendschappelijke wedstrijden zijn. Trainingen. Scouting activiteit, weet je, op zich zegt me dit nog wel wat. Het is een tijd geleden dat ik PES heb gespeeld, maar dit spreekt allemaal wel voor zich. En om dit nu weer voor de zoveelste keer allemaal in detail te gaan uitleggen, dat kost enorm veel tijd. Laten we dan gewoon eerst even naar ons team gaan kijken. Dit is de opstelling die er standaard staat. En we gaan hier vast wel wat dingen in aanpassen. Allereerst ga ik Aubameyang spelen. Dat wordt mijn spits die ik ga gebruiken. Ik verplaats Saka naar links. En Pepe komt erin op rechts. Ødegaard blijft daar staan in het midden. En Saka, dat spreek ik volgens mij niet helemaal correct uit. Dat was bijna een S. En Partey, die vormt het verdedigingsmiddenveld. Eens kijken of ik nog wat ga aanpassen aan de verdediging. Bellerin zetten we erin. En zo is onze opstelling compleet. We hebben een vriendschappelijke wedstrijd nu op het programma tegen Tottenham Hotspur. En ik ga die gewoon spelen. Ik heb zoiets van, waarom ook niet, kunnen we het team even een beetje onder de knie krijgen, een beetje leren kennen. We gaan de eerste vriendschappelijke wedstrijd gaan we gewoon zelf doen. Volgende aflevering zullen we gaan kijken naar de transfers. Kunnen jullie deze aflevering, als jullie willen, ook wat namen in de comments achterlaten. Gaan we nu kijken wat voor resultaten we kunnen pakken tegen Tottenham. Nou, gaan we dan. Arsenal tegen Tottenham. Meteen Londense derby. Is wel leuk, is wel lachen. Zin in deze pot. En daar komen de spelers het veld op. Toch wel anders als FIFA de graphics. Niet verkeerd, niet verkeerd. Ik vind PES grafisch op zich wel oké. Okay. Maar je kan nu wel echt duidelijk verschil zien dat de next gen versie wel echt gewoon de PS5 game is. En dit nog een PlayStation 4 game. Maar verder ziet het er prima uit. Daar is onze opstelling, maar ja, die heb ik zojuist compleet opgenoemd, dus daar ga ik niet nog een keer overheen. Eens kijken waar Tottenham mee aan komt zetten. En dat zien we hier, Bill in de spits, geen Kane.
Son natuurlijk op links, Lucas rechts, Lo Celso daar in het midden. Verdediging centraal met Sanchez en Alderweireld. Die kennen natuurlijk de oud-Ajaxide. Tijd voor de aftrap. Die wij denk ik gewoon mogen gaan nemen. En dat is zeker het geval. We zijn begonnen. Oké, eens kijken wat we hier kunnen. We zitten nu wel in balbezit. Maar ik heb altijd moeite gehad in PES om echt een opening te vinden voor echt een goed schot op doel. PP kan hier voorzetten. Alleen daar wordt een omhaal gemist door Aubameyang. Oké, hier ontstaat misschien iets. Voorzetje, kan dat? Ja. Aubameyang komt er niet bij. Daar is een schot van Son. Zo! Keeper moest dan nog even flink voor een actie komen. Goed schot daar. Hoekschop gewonnen door Tottenham. Nou. Gaan ze hem kort nemen? Of wat gaat hier gebeuren? Wordt alsnog gewoon de 16 in geslingerd. En dat is naast. Oké, deze vrije trap is gevaarlijk. Oeh, deze is heel gevaarlijk. Maar daar werken we gelukkig nog wel weg. Komen we hier bij de bal? Ja. Oké, hier is een optie. PP vertrokken nu. Misschien kunnen we hier iets. En dat is naast. Jammer, wel eindelijk een kans. Vleugel gevonden. Nou, voorzetten. Dat komt aan. Alleen geen heel lekker schot daar. Oh, hier is een mogelijkheid voor Tottenham. Maar daar zitten we bij en dit is weer een vrije trap. Wat makkelijk gegeven. Dus dat denk ik iedere keer. Ja, hij tikt hem op de voetjes. Dit kan wel. Ondertussen is William, daar zien jullie erin gekomen aan mijn kant. Ik heb een wisseltje gemaakt. Kop dit weg, David Luiz, dankjewel. Nog wel balbezit hier voor de Spurs. Schot geblokt, kop dit weer weg. Juist. Alright, als dit aan kan komen, dat komt aan. Oeh, dit wordt misschien geblokt. Nee, goal Aubameyang. Daar zijn we dan. Eindelijk een doelpunt. 1-0. We hebben balbezit zat, maar de kansen laten echt zwaar op zich weten tot dusver. Maar hier is het dan. Een fatsoenlijk schot op doel en een goal. Aubameyang met het doelpunt. Hier in de herhaling, uit de counter naar een gewonnen tackle. Daar is de paas en goal. Daar is een schot van... What? Oké, die pegelt hij even hard binnen. Dat ging ook snel, ouwe. Ik sta letterlijk net voor. Wat is dit, Son? Son met een genadeloze poeier. Oei, 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 oei. Hier komt hij eindelijk aan de bal. En in één keer, bam, vol in de kruising. 1-1. En dan is het over en eindigt deze vriendschappelijke pot in 1-1. Kon beter, ik moet nog echt deze game onder de knie krijgen hoe ik beter kansen kan creëren. Maar het kon ook slechter. Dit was het voor de eerste aflevering van de Arsenal Master League in PES. Volgende aflevering gaan we kijken wat we allemaal nog meer kunnen doen. En dus wat betreft ook de transfers. Nogmaals, jullie mogen wat namen in de comments achterlaten. Ik ga een beetje kijken naar wat ik nodig heb en wat betaalbaar is. En dan gaan we zien wie we gaan halen. Ik bedank jullie voor het kijken. Vond je dit leuk? Zou ik zeggen, laat dan even die like achter. Deel deze video, dat kan mij enorm helpen. Ben je hier nieuw? Wil je meer zien? Druk dan op die rode abonneerknop. En meteen op dat belletje om de notificaties aan te zetten. En dan blijf je op de hoogte van alle nieuwe uploads. Nogmaals, bedankt voor het kijken, bedankt voor alle support en ik check jullie bij de volgende video. Laters.